Achter de beeldenzaal met vroeg middeleeuwse figuren uit de Bijbel liggen twee zalen die refereren aan de geschiedenis van Utrecht. Toen een belangrijke stad, zeker voor katholieken. En die waren toch zo belangrijk dat, ondanks het verbod op de katholieke kerk in 1580, een sterke katholieke enclave bleef voortbestaan om, na opheffing van dat verbod in 1853, bijna drie eeuwen later, weer en opnieuw als daarvoor, als aartsbisdom kon floreren. Een stap terug naar het verleden, ook met de grote schilders uit die tijd, hier Abraham Blommaert, de vader van de Utrechtse schilderschool. Het Centraal Museum heeft een prachtig overzicht van hun gouden eeuw. En van Jan van Skorrel, die het grootste deel van zijn leven in Utrecht werkte. Dit is een dubbel portret door Jan van Skorrel. Weet je wel, dat is die kunstenaar die naar Jeruzalem is gegaan, bij paus Adrianus heeft gewerkt, als opvolger van Rafael, als conservator eigenlijk van de kunstschatten. En toen weer toch naar Utrecht kwam, hier in het Centraal Museum en ook overigens in Haarlem en het Hals, heeft hij die grote groepsportretten van de Jeruzalemvaarders gemaakt. Maar dit zijn twee mensen die waarschijnlijk voor een altaarstuk, zo te zien, de opdracht hebben gegeven. Wat ik hier zo bijzonder aan vind, is dat je in eerste instantie denkt, goh, zo sober, zo eenvoudig, 16e eeuw, het zullen wel protestanten zijn. Maar dat zijn ze niet. En het is ook niet zo sober. Want als je goed naar die mevrouw kijkt, dan zie je dat ze een hele dure gouden ketting daar op haar wollen jurk heeft. En een hele grote bloedkoraal. En dat was toen toch ook al een teken van aanzien en rijkdom. Want met een gouden slot en een gouden boorden ertussen. Dus die eenvoud. Chique leren handschoenen van meneer. Maar verder zijn het prachtige portretten. Men zegt hier dat zij geïdealiseerd is. Ja, dat weten we toch niet zo. Want waarom is hij dan niet geïdealiseerd, denk ik maar. Omdat hij zo streng kijkt, zeker. Nou, ze is wel lief hoor, met zo'n halfdoorzichtige sluier en, naar de mode van de tijd, zo'n hoog, kaal geschoren voorhoofd. Prachtig geschilderd. En let op, dit is dus het beroemde fijnschilderen. De achtergrond kun je toetsen zien, maar het jak, de kleren, het gezicht. Nou ja, we kennen iemand die zei, is dat geen foto? Nee, het is geschilderd. Met martere haren, dunne penseeltje. Er hangt nog meer werk van Skorrel. Maar erg vertederend vind ik deze kleine Jezus op de ezel. Gemaakt aan het eind van de 15e eeuw. Zo zou hij Jeruzalem zijn binnengereden. En dan, ook vertederend, de gewone kunst van de straat in een nisje. Een graffiti uit de 17e eeuw. De maker? Waarschijnlijk een patiënt die destijds in deze ziekenhuisvleugel werd verzorgd.